Dat is leuk. Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie kijken. Ik heb weer iets gaafs vandaag, namelijk van Lego Duplo. Een trein die zelf rijdt. Ja, ik had een berichtje gekregen van een mama van een van onze kijkers. En die vroeg, wil je een keer de Duplo trein uitpakken? Dus deze heb ik gekocht vandaag. En die ga ik met jullie uitpakken en in elkaar zetten. Zijn jullie er klaar voor? Kom, laten we snel gaan kijken wat er in de doos zit. Zo, eens even kijken jongens en meisjes. Wat zit er allemaal in? Oh ja. Kijk, ik zie al een poppetje. Ah, dit is van de trein. Oh, daar komt nog meer aan. Kijk eens even. Dit is natuurlijk zijn de stukjes rails. Kijk eens nog wat. Kijk, hij is leeg. Zo, dan gaan we eens even alles uitpakken. Kijk eens, daar hebben we de machinist. Deze meneer gaat straks de trein besturen. Zo, dan gaan we eerst eens even de eerste dingetjes bouwen, jongens en meisjes. Kom maar meekijken. Zo, jongens en meisjes, om de trein te laten rijden, moeten we eerst even batterijtjes in de locomotief doen. Komt ie. Zo, zo, eens even kijken. Dat is 1, 2, 3. Zo, dit gaan we een keertje anders doen dan anders, jongens en meisjes. We gaan een beetje toveren. Let op. Ik tik erop en dan komt het huisje erop te staan. 1, 2. Zo. En dan het dakje. Komt-ie. Zo. Oké, we hebben een locomotief. Daar gaan we zo mee spelen. Let op. En hebben we een wagonnetje, daar gaan we hetzelfde mee doen. Komt-ie. Dan het dakje erop. Huppakee. Oké, die is ook klaar. Let op, dan doe ik mijn vinger erop. En hoppakee, daar is de boom. Dan is het tijd om een stationnetje te bouwen, jongens en meisjes. Hier nog wat. Zo, eens even kijken. Gaan wij eens even beginnen, jongens en meisjes. Ik moet even kijken hoe groot ik hem kan maken. Want de studio is ook nog niet zo groot. Maar ik kan hem iets kleiner maken. Zo. Kijk. Zo past hij. En kijk eens jongens en meisjes. Hier hebben we hele leuke dingetjes. Deze gaan we op het spoor leggen. En als de trein er overheen rijdt, dan maakt hij bijvoorbeeld hier een geluidje. Of hier gaan de lampjes aan van de trein. Laten we dat eens even gaan proberen. Komt-ie. Een muziekje is leuk hier beneden. Dan is het leuk als hij hier de lampjes aan doet. Dan als hij hier is bijvoorbeeld, gaat hij denk ik de andere kant op, maar dat weet ik niet zeker. Hier maakt hij misschien wel geluid, watergeluid of een tankgeluid. En dan hier stopt hij misschien wel. Dan ga ik even kijken. En ik weet niet wat deze doet. Nu jongens en meisjes gaan we de trein erop zetten. Moet je eens even kijken hoe gaaf die is. Dus we zetten hem hier op. Maar dan moeten we hem eerst, bedenk ik me nu. Kijk, daar zit een groen knopje. Kijk, gaat het lampje branden en hij maakt een piepje. Zo, die zetten we hier op. Deze klikken we eraan vast. Stationnetje is klaar. Boompje staat er. Andere leuke dingetjes. Dan gaan we de machinist erin doen.
ga er maar in. Zo. Kijk eens even, daar hebben we de machinist. Heel leuk. Kijk eens even, daar zit ze. Hallo. En eigenlijk is het heel makkelijk, jongens en meisjes. Want wat gaan we doen? We geven hem een klein zetje. En dan gaat hij automatisch rijden. Let op. Hey, wat grappig. Nou, deze zorgt er dus inderdaad voor dat hij gaat stoppen. Dat ga ik even weghalen. Kijk. Hey, daar komt hij aan. Dat is leuk. En dan gaat hij weer terug. Nou. We zetten hem even stop nu. Ik ga ook even deze weghalen. Dat hij gaat heen en weer rijden. Ik wil hem even rondjes laten rijden. Vinden jullie dat een goed idee? Zo, dan halen we deze er nog even uit. Let op. Kijk, de lampjes zijn aan daaronder. Dat zie je hier. Daar zijn de lampjes aan. En daar gaat hij weer. Nou jongens en meisjes, dit was het alweer. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik vond hem heel gaaf om te maken. Ik hoop dat jullie hem ook dus heel leuk vonden. Willen jullie nou een berichtje ontvangen als we weer een nieuwe video hebben? Abonneer dan op ons kanaal met dat ronde knopje hier beneden. En dan krijgen jullie gratis automatisch een berichtje als er weer een nieuwe video is. Nou, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!